En welkom allemaal weer bij de nieuwe Assassin's Creed Syndicate serie. Of in ieder geval een nieuwe. We spelen deze al een hele tijd, maar natuurlijk een nieuwe aflevering. En zoals jullie misschien al wel kunnen zien, heb ik echt een super gave hoed gekregen. Dus ik ben nu de ultieme baas voor mijn gevoel. En we gaan verder met deze missie. Van sequentie 5. Zullen we eens even kijken wat zij te vertellen hebben. Jacob, darling, do join me. To our fruitful partnership. And to the shiny new engines now in my possession. Back to business. Milner's fled to the Thames, occupied with securing his ferry. It's all he has left. Protected it with his life, no doubt. The very thing I want you to take. Just kill him. That's not your first glass of champagne, is it? Success is more intoxicating than alcohol, Mr. Fry. Then save a glass for me. Oké, ik vind die hoed wel echt heel baas. Even kijken, raakt de Thames niet aan? Dat betekent dat we niet in het water mogen springen. En we moeten dus ervoor zien te zorgen dat we, even kijken, de smokkelwaren bereiken. Ah, hier ligt een boekje met de gedroogde bloemen, waar we natuurlijk de hele tijd naar op zoek zijn. Daar hangt iets in de lucht, alleen ik ben bang op het moment dat we die gaan pakken dat we in het water zullen springen. En dat is dus totaal niet de bedoeling natuurlijk. Even kijken, waar moeten we zijn? Want we moeten nu eigenlijk heel de Thames dus over zien te steken. Hoe gaan we dat doen? Oh, hij is net aangereden. We moeten helemaal de andere kant op, maat. Eens even kijken. Hoe gaan we dit aanpakken? We kunnen misschien via hier springen. Want ik heb zo'n idee dat die boot... Oh my god. Dat ging net goed. Oké, ik heb het water blijkbaar nog steeds niet aangeraakt. Oh, we kunnen hier naar de overkant. Kunnen we daar weer naar de overkant. Is altijd wel gaaf om zo van boot naar boot telkens te springen. En dan kunnen we hier weer naar de overkant. Ik ben benieuwd of we ook gewoon via de brug hadden kunnen gaan uiteindelijk. Oké, hier, up. En nu drijft hier blijkbaar wel weer die kisten over. Dus hier kunnen we naar springen. Oh, nee! Oh. Oh, hier is het al. Oké, we moeten daar zijn. En we moeten dat punt even bereiken. Laten we daar even naartoe gaan. Even kijken, sorry hoor, dat moest even weg. En dan gaan we. Okay. Daar ging mijn hoedje. Oké, okay, raak de Thames niet aan, dat is goed. Saboteer twee stuk smokkelwaar tegelijkertijd. Oké. Dat zou denk ik betekenen... Ja, ik weet al wel hoe we dat gaan doen. We gaan gewoon alleen maar dynamieten daar neerleggen. Dus we moeten het nu in ieder geval nog niet af laten gaan. We gaan eerst gewoon even... alles een beetje ontruimen. Dacht ik niet, hè, boyke. Oeh. Dacht het mooi niet. En even die double kill uitvoeren. Oké. Hier zijn er blijkbaar nog twee. Daar kunnen we misschien wel een dubbele moord uitvoeren van boven. Juist. Oké, nu moeten we eens even gaan kijken, want nu moeten we dus gewoon eigenlijk heel veel explosieven daar neer gaan leggen. Deze kunnen we misschien wel gewoon naar de overkant gooien. Oh my god, we zijn gezien. Nou, laten we deze even neerleggen. Gaan we eerst even hun opruimen? Ja, we zullen eerst even hun uitschakelen. Het is nou goed geweest. Ik weet niet waar die vent toesprong. Ik schop die vent even in het water.
mij was hier nog iemand. Allihop. Oké, nou eens even kijken. Want we moeten dus twee tegelijkertijd opblazen. En ik heb het idee, zolang we eigenlijk voldoende dynamiet gewoon overal een beetje neerleggen, dan gaat dat lukken. Dus gaan we proberen. Dus leggen we eentje hier neer. Eentje leggen we hier neer. En dan gaan we gewoon eigenlijk een soort van kettingreactie proberen te maken. Dus nog een paar. Eentje in het midden. Misschien hebben we wel twee nodig. Bijvoorbeeld deze hier. En dan lag er hier volgens mij ook nog wel eentje. Ja, kijk. Ben ik benieuwd of we genoeg hebben hoor. We kunnen eigenlijk net zo goed bijna zoveel mogelijk. Ik denk dat het haast wel zo moet lukken. Oké. We kunnen deze natuurlijk ook wat aansteken. Maar dan ontploffen denk ik mee. Dus even kijken wat we nog allemaal hebben hoor. We willen eigenlijk natuurlijk zo groot mogelijk explosie maken. We hebben hier nog eentje over. Oh, we hebben hier ook nog heel veel. Ik ben aan het twijfelen namelijk of het genoeg is. Moet toch haast wel. Oké, ik ga het er gewoon op wagen. Deze leggen we hier. En dan gaan we eerst deze. En dan willen we natuurlijk wel een beetje veilig afstand. Aangezien dit volgens mij een super grote explosie gaat worden. Ziet het er goed uit? Oh, die ligt misschien wel net iets te ver. Oké, we gaan voor de zekerheid nog eentje extra pakken. Het zou zo zonde zijn als het na al die moeite niet lukt. En des te groter de explosie, hè. Dus dat is alleen maar beter. Oké, deze gaan we dus tussenin leggen. Ik zag daar namelijk een leek een beetje op een groot gat. Hier tussen te zitten. Dan kan deze misschien nog net iets meer naar voren. Hier. En deze kan ik daar dan een beetje tussenin zetten. Nou, als het nu niet goed is. Oké, gaan we nu nog een keer bekijken. Ah, nu moet het wel goed zijn. Oké, allemaal opletten gaan we. Yeah. Oké, sikke explosie. Dan moeten we deze nog even opblazen. Die zal misschien een stuk minder spectaculair zijn. Maar dat moet de pret niet drukken. Kijken of we naar de overkant kunnen gooien. Daar kunnen we toch nog wat spannends van maken. Moet daar eens wel lukken, toch? Volgens mij is dat het. Wat we moeten raken, moeten we wel even opblazen. Net zodat we niet onszelf raken. Gooi. Shit, die viel in het water. Oké, misschien moeten we het gooien en uit de lucht schieten. Hopelijk hebben we dat nog wel voldoende trouwens. Moet toch waar zijn. Oh, die move was toch ook wel echt sick. Oké. We zijn blijkbaar gesnapt. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Die explosies maakten volgens mij aardig wat lawaai. Oké, we moeten in ieder geval die dude gaan killen. Gelukkig kwam er net een boot aan. Dus even kijken, daar is een schatkist. Die kunnen we sowieso wel even leeghalen. Op. Oh my god. Oh, die zijn sterk. Ik dacht dat ik hem met een headshot raakte. Maar op een of andere manier wist hij toch te overleven. We kunnen hier even de schatkist. Wordt niet echt verteld hoe we moeten killen. Volgens mij kunnen we daar een beetje ons eigen dingetje van maken. Eigenlijk de gaafste kill die ik tot nu toe vind is via de kabel. Dus gaan we dat ook proberen. Allee op. Oké, die hebben we in ieder geval gekillt. Wow, we gaan blijkbaar net in een... net op tijd. I knew this day would come. Mr. Starrett was furious I lost the engines. So this is my comeuppance. Pearl Attaway led me to you, not Starrick. And then we're gonna give her again. I should never have come between Mr. Starrick and Miss Attaway. Family always stay together in the end. What do you mean, their family?
Oh, volgens mij in ieder geval tijd om even het een en ander te vechten. Oeh, lekkere executie uitgevoerd. Oké, we moeten in ieder geval weer Pearl Attaway vinden. Helemaal aan de andere kant, maar misschien kunnen we daar ook wel makkelijker komen dan door dit gebied. We kunnen daar in ieder geval nog even wat oppakken, dat gaan we nog even snel doen. Maar dat was wel opvallend, want het leek dus alsof die Pearl Attaway, die vrouw in die paarse jurk die we telkens hebben gezien. En familie... Even, hoe gaan we hier naartoe komen? Een familielid is van Sterk en dat is de grote baas eigenlijk die we al de hele tijd proberen te verslaan. Maar waar we nogal moeilijk mee in contact komen. We moeten aan de overkant zijn. Oh, we kunnen sowieso niet vasttreffen. Oké, nee, dan moeten we toch echt wel naartoe. En het ziet er naar uit dat halverwege op de rivier ook nog zo'n goud teken is. Van die Helix Parts, volgens mij heette die zo namelijk. Dus die gaan we ook even proberen op te pakken. We hoeven nu in ieder geval ons niet meer zorgen te maken dat we niet in het water mogen springen. Maar zolang we niet hoeven, kunnen we het natuurlijk altijd doen. Altijd vermijden. Allemaal vrachtschepen met veel troepen aan boord. Oké, gaan we hier weer in het water. En eens even kijken, waar is dat punt? Want zoals jullie dus bij mij op de minimap kunnen zien, is daar eigenlijk recht voor me nu een punt waar ik naartoe kan gaan. Maar ik weet niet precies wat het is überhaupt. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En wat we mee kunnen bereiken en hoe ver het nog is. Want normaal wordt het groter naarmate je in de buurt komt. Alleen dat is nu niet het geval. We gaan het toch even een bezoekje geven. Want het zou hier toch dichtbij moeten zijn. Ik zie het ook niet op de map, dus het kan ook heel ver weg zijn en dat we nu allemaal moeite voor niks aan het doen zijn hoor. Nee, oké, misschien is dat wel een beetje gekke werk. Het wordt namelijk niet groter, het wordt meestal pas groter op het moment dat je echt in de buurt bent. En dat is nu niet het geval. Oké, dan gaan we hier toch links aanhouden om, ik denk, die Mr. Spul even een bezoekje te geven. En even na te vragen hoe dat nou precies zit. Want dat is... natuurlijk niet helemaal de bedoeling. We komen wel weer in een verboden gebied. Ik zag daar net al verderop iemand staan. Met een roze jurk. Dat zal wel dan heel goed weer die mevrouw kunnen zijn. Oké. Bereik Pearl Attaway. Dat gaan we dan maar eens even doen. Deze in ieder geval even uitschakelen. Oh, lekker. En dan moeten we even naar binnen zien te komen. Daar is een raam open. Gaan we daar naar binnen. Oké, naar binnen gaan. I was certain he knew that I belonged to the order and was there to end me. Imagine my delight. Oh my god, daar is die andere dude. Is dat die Sterk? Hij is namelijk level 10. Isn't that delicious? It's sick. It's business, cousin. Look at the big picture. Lower too much, cousin. You will get your engines back. Our new motorized buses will bring us both a lot of money. I'll need to arrange proper transport for the engines to get back to my factory. I want you at Waterloo, personally, to ensure that nothing goes wrong. Of course. May the Father of Understanding guide us. Today and in all of our future endeavors, cousin. Waterloo Station. Oké, dat ziet er niet goed uit. Wow, we zijn gezien. Oké, time to go. Waar is dat raam? Wow, waarom staat hier opeens ook iemand? En dan gaan we hier naar buiten. Hardy op. Lekker sprongetje hoor. Oké, we moesten in ieder geval naar Waterloo Station. En we moeten uit het gebied ontsnappen. Laten we dat eerst eens even doen.
Kunnen we niet... Nee, oké, okay, we gaan gewoon een stukje zwemmen. Ik dacht, misschien kunnen we met ons... met dat touw ergens naartoe. Hier lijkt echt wel even een schatkist op de boot te zijn. Kunnen we daar nog naartoe of krijgen we een cutscene? Deze in ieder geval volledige punten behaald. Dus dat is altijd goed. En we kunnen zwarte leren nog iets unlocked. Deze kist even pakken en... Hier is ook een soort object wat we weer... Kijk daar. Waren we hier daarnet ook niet al omdat we niet in de Thames durfden te springen? Dat kan wel zijn dat we nu gewoon precies op dezelfde plek zijn. Wow, maar hoe kom je daar boven? Misschien hier eerst naar boven? Ja, dat is het denk ik. Oké, waar moeten we nu naartoe? Want we hebben nu een nieuwe quest volgens mij gekregen. Deze. Dat zou dit wel de Waterloo Station zijn. Het eindstation, daar moeten we naartoe. Even kijken, hoe gaan we daar op de beste manier komen? Want we zijn nu hier helemaal. En dan gaan we even vast even hier naartoe. Ja. En er stond een doodskopje bij. Het ziet er nou uit alsof we het een en ander schade gaan aanbrengen. En wat mensen gaan vermoorden. In het begin heb ik vooral veel met Evie Fry gespeeld. Maar zeker nu deze Jacob die nieuwe head heeft. Vind ik hem toch wel echt een stukje gaver. Ik heb nog niet alle goede skills unlocked voor hem. Dus daar ben ik wel mee bezig. Maar ik neem eigenlijk aan op het moment dat we gewoon level 9 of misschien zelfs wel level 10 zijn. Dat we dan echt alle skills hebben unlocked. Op het moment dat we level 9 zijn moeten we even in de gaten houden. Dan krijgen we in ieder geval een nieuw wapen die echt super gaaf is. Dus die moeten we dan niet vergeten te unlocken. En ik merk dat ik nog een beetje achterloop met de verdere armor. Dus mocht het zijn dat jullie weten hoe je die kan vinden. Want ik heb laatst even gekeken en ze zeiden dat ik bepaalde voorwerpen moet vinden. Nou, ik probeer alles... Oh, sorry, ik spring bijna op zijn hoofd. Ik probeer alles best wel goed te zoeken, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Maar misschien is het anders met paardenraces of zo. Daar kunnen we altijd nog even kijken. Oké, wat gaan we doen? Het eindstation. Jacob gaat naar de Waterloo Station. Of misschien is het Waterloo. Om de motoren in handen te krijgen en een eind te maken aan het leven van Pearl Attaway. Die een Templier blijkt te zijn. Ja, dus we hebben gewoon de bad guy, of in dit geval eigenlijk de bad girl, geholpen. En daar mogen we denk ik als assassin niet heel trots op zijn. Ik weet niet of de trein al heeft. Assemble een team at Charing Cross. Ik zal de engines daar voor je te recover. Oké, wat gaan we precies doen? We gaan in ieder geval dat punt bereiken. Is dat op het dak? We kunnen het in ieder geval even een kijkje gaan nemen. Het is altijd makkelijk om eerst helemaal boven te gaan staan. En vervolgens vanuit daar het te bekijken. Zo te zien moeten we wel ietsje naar beneden. Maar we kunnen hier naar binnen. Oké, zijn we dan. Even stealth mode aan. En dan kunnen we waarschijnlijk hier het een en ander bekijken. Kijk, hier kunnen we in ieder geval weer het een en ander doen. We kunnen dus die mogelijkheden eerst uitspelen. De vorige keer was dat niet 100% gelukt. Wat moeten we bijvoorbeeld met hem doen? We moeten praten met veroorzaakt grote groepen bij het doelwit. De conducteur leidt reizigers naar de perrons op het centraal. Oké, dus we moeten met hem gaan praten. Laten we dat eens gaan doen. Wil ik eigenlijk gewoon even naar beneden. I need to get to the central station. You and this whole lot. It won't happen until I have my train notices. Oké, we moeten het treinschema bevrijden. Dus de station heeft gebruikt de geheime doorgang. We will send you on your way to the central station.
Oké, we moeten een geheime doorgang gebruiken. Moet ik wel eerst even weten waar die is. Oké, dat is één. We zijn blijkbaar in ieder geval sowieso gesnapt. Maar we hebben deze wel kunnen killen. Oké, kijken. Deze kunnen we in ieder geval bevrijden. Eens even kijken. Deze ook uitgevoerd. En dan hebben we nog één iemand hier die we moeten... Wat betekent dat geel? Zou ik ze dan eigenlijk moeten ondervragen of zo? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. We kunnen in ieder geval nog steeds het treinschema stelen. Dat hebben we namelijk hier liggen. Oké. En we moeten weer met de conducteur gaan praten. Waar is dan die geheime ingang? Hierboven. Misschien is dat pas later, dat kan ook. Of doorgang. Oké, we gaan in ieder geval even met deze man praten. Here's your damn schedule. Thank you. Attention passengers. Oké, dat zou er dus voor moeten zorgen dat het wat drukker daar wordt. En we moeten daar eens even kijken wat daar de bedoeling van is. Is daar misschien een geheime doorgang voor? Hier? Of wat is dat? Nee. Wat bedoelen ze met die geheime doorgang? Nou, we gaan gewoon even een kijkje nemen hoe dichtbij we kunnen komen. Wow, iedereen loopt daar nu naartoe. Dat is volgens mij niet de bedoeling eigenlijk. Maar ik vind het allemaal prima. Want dan kan ik bijvoorbeeld deze vent even killen. Zonder dat iemand het merkt. Heb ik er toch weer even een paar uitgeschakeld. Even kijken of we hier iets kunnen vinden. Wat moeten we met hem doen? Die moeten we denk ik stil de trein blauw drukken van de hoofdbeveiliging. Oké, dat moeten we doen. Dus we moeten hem gaan killen denk ik. Gaan we hier even naar boven. En dan hoop ik niet gezien te worden, maar het is hier ook aardig druk. Dus we zouden eigenlijk zo makkelijk moeten kunnen killen. Oké. Unieke moord beschikbaar. Nou, daar gaan we ook even voor kijken. Dus even kijken, wat is dit allemaal... Oké, misschien moeten we even lezen. Een brief van de fabrikant aan Thomas Logan. Bijgevoegd treft u de blauwdrukken van de verstevigde wagen van Miss Attaway aan. Op uw verzoek, de aangegeven zwakke plek is het gevolg van specificaties die een lid van uw team heeft aangevraagd. Wiens naam niet is vermeld. En waar is die zwakke plek? In het dak, lijkt het. Oké, dus we moeten blijkbaar via het dak... zien te killen. Dan gaan we dat natuurlijk proberen. Eerst even deze twee uitschakelen. Deze vent heeft totaal helemaal niks hoor. Oké, en dan moeten we eens even op het dak gaan klimmen. Ben ik heel benieuwd of het gaat lukken. Gebruik de geheime doorgang. Oké, ik hoop niet dat ik het hiermee heb verpest. Maar het zal niet, toch? Wat? Soms op het moment dat ik dan op E zou moeten drukken, werkt het niet helemaal goed. Deze hebben wel sexy pakjes aan, hoor. Oké, laatste nog. Juist. Oké, nou moeten we eens goed gaan kijken. Want er zou dus een geheime doorgang moeten zijn.
En ik dacht op het dak, ja, hier. Hoe doen we dat nou? Kunnen we niet erop schieten of zo? Vreemd. Eens even kijken. Misschien moeten we vanuit boven. Je zou denken dat we hier dan iets zouden moeten kunnen doen, toch? Misschien eerst even iedereen killen of zo. Even kijken, volgens mij loopt hij een beetje soort van vast. Want het is niet dat we moeten ontsnappen, toch? Even kijken, stond er nog iets? Voortgangslog. Ja, dat berichtje ga ik nooit meer terugvinden. Oké, we gaan gewoon via de voordeur. Ik zoek het anders nog wel een keertje op. Want geen idee hoe je daar naar binnen op moet komen. Even kijken, we kunnen nog één keer via boven proberen, maar eerlijk gezegd zie ik het somber in. Wat ik nog zou kunnen bedenken is dat je vanuit boven erin zou moeten springen of zo. Misschien als we even hier naar beneden klimmen. Om de paal kunnen draaien. Nee, maar dit gaat hem toch ook niet worden. Nee, dit wordt helemaal niks. Oké, nevermind. Leuk geprobeerd. We gaan gewoon voor de simpele moord. Oh, naar binnen. Ja, en kill. What a shame. Good partnerships are hard to come by. Ours is most certainly dissolved. It's business, Mr. Fry. One does what one must to come out on top. Crawford will not take the news of my death lightly. He can be unpleasant when he's cross. I have sacrificed so much. I don't want to lose my buses. Oké, dat was denk ik het einde van sequentie 5. Denk ik hoor. Ik weet niet 100% zeker, maar zou zomaar kunnen. Beetje vreemd dat die aanval niet lukte. Misschien deed ik iets fout hoor. Mocht het zijn dat jullie tips hierover hadden of wisten hoe het wel moest, laat het me dan weten. We gaan nu in ieder geval... we moeten natuurlijk nog de trein stelen omdat daar ook de goederen op zaten, die motoren. Want die wilde hem natuurlijk meenemen. Dus als het goed is hebben we nu die motoren in ieder geval weer terugbemachtigd. Wel vreemd dat we eerst de motoren van Sterk hebben gestolen. En vervolgens bleek dat eigenlijk gewoon bij die mevrouw te horen. Dat is wel een rare missie. Maar we hebben in ieder geval deze producten nu weer terug. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Ze zijn zo te zien wel zwaar. Ja, dus de geheime doorgang is helaas niet gelukt om te gebruiken. Maar we hebben in ieder geval wel blijkbaar een nieuwe riem vrijgespeeld. Wat natuurlijk wel super is.
coldness or deceit shall slide the beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a mask. Mr. Starrick! I told you not to disturb me! Till break your own to see. In such a moment I would ask that you remember me. That you remember me. Crawford. Her luster stripped by the hands of that savage. He must be brought to justice. Pearl would not want justice. Pearl would want vengeance. Passion is most welcome, Miss Thorne. But we cannot let our emotions disrupt the lawful structures of society. If we do that, the enemy wins. It shall happen in the shadows. Miss Fry will hang from the gallows, and I will flay her brother as he comes to save her. I suppose it must be done. Take no chances. Increase the Templar presence in London. We alone protect this City of Light. Yes, Crawford. And then we shall enter the vault and cast aside the shadows together. A letter? For me? Oké, het ziet er nou uit dat dat sequentie 6 was. Nu ben ik wel even benieuwd. Wow, ik wou net zeggen. Sequentie 8, dan moet je level 7 zijn. Sequentie... Oké, vertelt niet echt iets. Ja, we... kunnen, ik weet niet zeker. Volgens mij telkens wat hij zegt, oh een brief voor mij, dat is die sequentie 8. Maar ik zou eerder gewoon zeggen, oké, we moeten sequentie 6, 7 eerst doen voordat we 8 doen. Dus ik blijf hierbij. Dat zou betekenen dat we de volgende keer sequentie 6 gaan starten. Ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken weer voor het kijken naar deze aflevering. Laat me natuurlijk weten wat jullie ervan vonden. En misschien wisten jullie dus wel wat, hoe je die geheime ingang moest gebruiken. Laat me dat weten en daarnaast allemaal weer bedankt voor het kijken.